ik ben Eva van Moviezone en dit is mijn eerste gala-première. Ik ben nu bij Tuschinski in Amsterdam. Ik vond het heel leuk om naar deze première toe te leven, omdat ik de trailer denk ik wel 20 keer heb gekeken achter elkaar. Heb je lang voorbereid vandaag? Eigenlijk niet. Ik moest racen van opnames waar ik nu mee bezig ben. Dus het was een half uurtje dat ik me aan kon kleden. Maar ja, superleuk. Ik heb zoveel zin in. Het is heerlijk om even te zitten en weg te zwijmelen met zo'n heerlijke musical. Hoe is het om naar de rode lopers als dit te gaan? Nog steeds heel spannend. Ik vind het nog steeds heel raar en zo. En ik lach wel, maar dat is vooral vanuit een haha, ik kom hier mee weg. Wat is jouw favoriete musical? De bodyguard natuurlijk. Ja, het is wel gedoe. De jurk moet opgehaald worden. En helpen in de jurk. In de jurk moet helemaal strak. Voor mij gaat het vrij snel. Het is Los Angeles. Ja. Het is musical. Ja, ik vind dat dus leuk. Ik heb een vriend van me meegenomen. Die staat daar. dan trek je deze even uit de mottenballen en dan is hij er weer. En je hebt wel de trailer gekeken? Of? Ik vind het dus geweldig. Ik heb hem in de bioscoop gezien. Ik dacht, ja, ik moet hier gewoon heen. Toen kreeg je dat kaarsje in de brievenbus. Hoe gaat dat dan? Ja, jij wilt echt weten. Vind ik leuk dat je... Tuurlijk! Het is mijn eerste première hier aan de gala première. Ja, zeker. Aangekomen. Ja. Dan moeten we samen gaan. Ja, goed idee. Ik vind het een leuk idee. Ja, leuk. Maar dan krijg je dat dus inderdaad een beetje via je management als je het echt wil weten. En dan ineens zeg je, nou, vind ik leuk om heen te gaan. Let's go. Nou, dan gooi je even een groeps WhatsApp wie er mee wil met jou. Die denken, ja, Leef, je komt er weer een uur van tevoren mee, want zo ben ik. Ja. Vandaag ook? Nee, vandaag. Nee, niet een uur van tevoren. Vandaag was 24 uur, dus okay. ik was redelijk op tijd. Ja, volgens mij zit hij een beetje op te wachten. Heel veel plezier. Ja, nog veel premières. Ja, dankjewel. Dit is mijn eerste première, maar misschien voor jou niet, heb ik zo vermoeden. En ik vroeg me af, hoe bereid jij nou voor? Ik ga altijd eerst vragen wie er met me mee wil, want ik wil niet alleen en ik kan niet voor eeuwig mijn vriend blijven vragen. En we hebben elkaar een beetje opgemaakt, we hebben samen gegeten, jurkjes uitgekozen. Heel mooi. Ja, dankjewel. Ja, we hebben er heel veel zin in. Oh. Heb je goed voorbereid? Nee, ik weet dat de film overladen is met nominaties voor de Golden Globes. Dat lijkt me een hele goede beginpunt voor een film eigenlijk. De trailer al gezien? Nee, nog niet. Ik heb wel de muziek die erbij hoort en gehoord. Vond ik heel leuk. Wat is nou de allerbeste musical? Ik denk voor mij Jesus Christ Superstar. Of Grease. Daar gaan we al. Ik denk omdat dat echt de films waren die ik als jong meisje als eerste zag. Musicalfilms. En daar was ik zo weg van en daar zong ik alles van mee. Hoe is het nou om als regisseur op een première te zijn? Is dat anders denk je dan voor acteurs? Ik heb geen flauw idee. Het is gewoon, ik ben blij dat ze me altijd herkennen. Ik vind dat heel spannend. Ja, ik heb van drie pakken en dan doe ik 1, 2 of 3 en dan is het klaar. In de minimutte? Ja, zoiets toch? Maar als je al die foto's naast elkaar ziet, dan zie je gewoon, oh, hetzelfde pak. Ik heb elkaar. Ik trek hem nog even op en wij gaan veel meer mogen niet filmen. Ik spreek jullie straks. It's pretty strange that we keep running into each other. Maybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think so. Het was een fantastische avond. Ik ga nog even verder genieten van dit feestje hierachter. Maar als jij nou ook een keer een rode loper première wil meemaken, meld je dan aan op www.moviezone.nl.